Corrie je nog herinneren dat ik van die hele lieve dame, Corrie genaamd, uit Lisje. Ja, en toen vloog er een helikopter over. Een hele goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag 22 februari en we leven om 11 uur 48. Ik ga vandaag eindelijk dat doen, maar ik wil jullie even laten zien. Wat laten zien. En trouwens, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna. En de beestenbol, Rijke die is buiten, die wil eigenlijk al weer naar binnen, maar die wacht maar even. Ik laat jullie even wat zien. Kunnen jullie je nog herinneren dat ik van die hele lieve dame, Corrie genaamd, uit Lisje, dat die een amaryllis aan me gaf? En dat ik niet wist dat het ooit goed zou komen met die plant. Maar kijk eens! En vrijdagavond zag ik nee. Toen was die zo hoog. Hij is even in een paar dagen tijd dat geworden. Dus ja, ik ben er helemaal trots op. Ze weten het al. Ik heb haar al gebeld. Ik zeg, nou. Ik zeg, helaas heb jij niet een mobiel met foto's enzovoort. Ik zeg, anders had ik een foto ervan gemaakt. Ik zeg, dan had je dat kunnen zien. Maar ik vind hem zo mooi weer. Ja. Ben benieuwd hoe het gaat worden, hè? Ja, hoeveel er eraan komen. Kijk, en ik zie nog wat. Wat zou dat worden? Zou dat ook nog zo eentje worden? Of zou het een blad worden? Ik weet het niet. Want kijk, hier, hoe is dat puntje al bruin? Ja, dat puntje is al bruin. Ik dacht dat ik op een staart of zoiets had. Van Kandalf. Maar ja. Dat wil ik er dus nog niet afknippen. Laat het blad maar gewoon afsterven. Maar ik ben wel weer super trots. Ik denk dat het er ook zo in wordt, hoor. Want het is een puntje. Ja, en ook een dikkert. Dus, ben benieuwd, lieve vriend, wat dit gaat worden. Ja. Echt wel. Ik zal eens even omdraaien, trouwens. En zo. En de lieden weer voorstaan. Ik ben er helemaal blij mee. Nou ja, en daar zitten er ook nog twee bloemen aan. Daar zitten nog twee bloemetjes aan. En dus, die doet ook mooi verder. Zeker, ja, die wordt nou bruin, hè. Die gaat bruin worden nu. Ja, nou ja, niks aan te doen. Het is nog eenmaal zo. Nou, dan zullen we Rijk even binnenlaten. Hé, hey, ja nou. Wat is je man? Wat kijk je zielig? Hé, hoe kijken we nou zielig? Niet zo zielig kijken hoor, Rijk. Ik vrouw je niet tegen. Hé, kan vrouw je niet tegen. Waar ben je dan? Ja! Hé, klaar nu! Mag niet. Moet jij nou naar buiten? Ja. Nee, jij gaat er niet uit. Wacht. Ik heb maar één hand. Even wachten. Jij gaat terug. Doe maar. Zo. Ze wil duidelijk niet. Nee, je bent een beetje stout aan het doen. Alwin wil duidelijk niet. Dus, en dan sta ik het ook niet toe. .nl. Ja. Ja, ik ga toch zo met ze lopen, dus. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, ik ga zo lekker met ze lopen. Het blokje om, want ook komt Astrid weer. En ik moet nog steeds die zoom erin leggen in deze t-shirt. Die ik ook gekocht had.
ja, bij de bekende winkel van de internet, maar dat zit geen zoontje in. Nou, ik vind het lelijk als er niet afgewerkt is. Dus ja, ik moet er een zoompje in leggen, maar het begint hier, ja, met spel, dat trekt dat natuurlijk sowieso. Maar ik denk dat ik die spelden erin ga doen en dan even ga persen. Die spelden er weer uit en dan naaien. Dan denk ik dat dat beter wilt. Maar ja, ik laat hem eerst maar lekker leggen. Ik heb al eerst belangrijkere dingen te doen dan dit. Ja, veel belangrijkere dingen heb ik te doen. Ik ga nou eerst even lekker lopen en ik spreek jullie straks gewoon weer. Ja toch? Ja. Dit is trouwens ook een nieuwe blouse, ook met die dingetjes. En er zit wit in. Ook van onderen zit er wit in. Ja, en ik vind het weer helemaal gaaf. Deze is dus wel afgewerkt. Maar ja, ik krabt altijd een beetje op. Maar ja, dat betekent je beweegt, je doet. Dan krabt het toch weer omhoog, weet je. Het zit nooit niet strak om je heen. Nee. Maar ik vind het wel leuk. Het is weer iets heel anders. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, geniet, want het is een prachtig mooi weer. Het is een beetje sluierachtig, er zit wat bewolking bij. Maar het zonnetje is er. En ik hoop van ganse harte dat de kappers inderdaad weer open mogen. Ja. Dat het is morgenavond weer afwachten. Ik zelf kijk niet, maar ik krijg wel allerlei berichten binnen. Dus ik weet het sowieso wel wat er gaat gebeuren. Daar hoef ik niet voor gaan zitten te kijken. Nee. Als je net zo'n mobiel hebt als wij, dan krijg je het nieuws binnen. Nou, dan hoef ik niet gaan zitten te kijken naar dat gekke gebeuren. Dat hoef ik ook niet te zien. Nee, daar heb ik al gegeten en gedronken, weet je. Dus. Maar oké. Lieve vrienden, geniet. En denk erom. Een glimlach naar een ander is altijd welkom. Dan maak je de mensen blij mee. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer druk bezig geweest. Ik heb de mobiel leeggemaakt. Dat staat er alweer keurig netjes op. Ik heb de GoPro leeggehaald. Dat staat er ook al netjes op. Heb ze dat niet opgeruimd? Gaat goed. De keuken is schoon. Enkel Astrid heeft keukenrolpapier gebruikt. En ja, die moet wel weer even in de houder. En die gaat daar. Ja. Dus, dat zullen we eventjes doen. Want er zit nog een velletje aan die. En dan komt dit weg. Ik kan die snoepjes even bergen. Dus die bewaar ik even. Snoepjes voor de hondjes, ja, dat is een leuk spelletje. Nou, dat is los, maar wat doen ik? Zo. En dan allebei er even uit. Zo, en dan moeten we de onderste hebben, ja. Dus dat komt allemaal goed. Ja, en ik moet eventjes boodschapjes gaan doen. Ik zal vast ook al honden eten halen. Want in de kast heb ik geen brokken meer. En voordat ik straks misgrijp, moet ik ze wel hebben natuurlijk. Ja. De bak die is nog wel aardig vol, maar dat kan ook zomaar vanavond anders wezen. Dus ja, dan moet ik dat wel halen. Dus wat ga ik eerst doen? En ik eventjes een rondje stad. Gewoon ook eventjes Pokémon ballen halen, dat heksen wordt niet meer. En daarna, ik ga dat eerst doen, eerst eventjes rondje stad, dan boodschappen doen. En dan kom ik weer thuis en doe ik een vlog in elkaar zetten. En dus ja, ik heb druk nog. Maar ik doe het wel op een rustige manier. Ja, ik ga niet overhaasten. Haastig spoed is zelden goed. Ja toch? Ja.
Hondje blijven thuis. Ik ga de televisie voor ze aandoen. Ik denk, de stekker er nog even doorheen. En dan komt het allemaal goed. Ja. Die kun ik sluiten voorlopig even. Want zover ben ik nog niet. Ik dacht dat er een programma niet erop stond. Die staat er wel op. Maar dat wist ik even niet. Maar dat komt wel goed. Wat is dit dan? De ene was foto's, werd er gezegd. De andere is film. Oké, nou het zal. Ik weet het even niet. Nee! Niet van alles, behalve dat ik iets zie. Allemaal stipjes bovenin. Nou, dat is niet de film. Nee, is niet de foto, is een film. Ja, staat al op YouTube. Ja, en welke is dit dan? Dat is ook film. Nou ja, het is hetzelfde. Nou ja, het zal. Het zal me een worst wezen. Kan die toch weg? Dacht ik. Even kijken wat die doet. Dus. Ik weet het even niet hoor. Als ik die dan weer losmaak. Fataal, zo. En nou die aandoen. Ja, dan ga ik weer op klikken. Ja, dat die leeg is, dat wist ik al. Met deze bedoel ik. Ja, meer heb ik niet nodig toch? Nee, zo simpel. Ik zie daar wat staan. Dat moet in mijn werkmap. Knippen. Werkmap. Hup. Plakken. En vervangen. Zo. Is dat ook weer van mijn bureau? Ja toch? Dat met schoonmaakprogramma's heeft te maken. Dat hoeft niet op mijn bureaublad te staan, maar in een map. Weg. Nou, oké, lieve vrienden. Ja, mijn huisje is schoon, want Astrid die is al geweest. Die is al weer weg. Ik had zaterdag de GoPro-camera toch op mijn booster mee. Nou, jullie moeten heel goed opletten. Want ik laat hem natuurlijk weer versneld afspelen. Ik zet de muziek onder, want ik was steeds maar aan het praten tegen haar. Ook heb ik met mensen staan te praten, dus dat moet ik ook snel af laten spelen, sowieso. Maar overal staat muziek onder, het geluid is daarbij weg. Maar af en toe zie je de oortjes eventjes, als een puntje van de staart. Voor de rest zie je haar niet, maar daarom moeten jullie dan heel goed opletten. Maar ze heeft zo haar best gedaan, dat meisje. Ja, echt, ik ben geld, die is trots op haar. Hé, ja, nou oké, ja. Echt wel. Maar oké, over trots zijn gesproken, het zijn allebei mijn trots. Ja, die kleine die daar ligt ook. Daar ben ik ook trots op. Hopie dopie. Dat vrouwtje gaat zo meteen eetjes voor jullie halen. Ja? Vrouwtje hebt druk. Ja. Ja, en in mijn nieuwe broek zitten allemaal al lusjes. En daar baal ik een beetje van. Ik weet niet of dat te zien is voor jullie. Ik zal het even proberen. Ja, dat zien jullie wel. Die kleine dingetjes. Dat is ergens door gekomen. En ik had het kunnen weten. Ik had het anders aan moeten hebben. Dat is gisteren gekomen. Rijka, die zit dus op mijn vloertje van mijn scootmobiel. En die heeft dat tuigje om, er zit een klittenband aan. Ja, dat haakt aan die broek. Nou ja, ik kan er niks aan doen. En ik weet ook niet hoe je dat weg kan halen. Ik heb al geprobeerd het uit te rekken. Ik denk dat het trekt het weg. Maar... wil ook niet. Nou ja, dan had het geen broek moeten worden. Ja toch, ik kan er niks aan doen. Nee. Ik zit er niet mee. Het hangt me niet op mijn rug. Jammer hoor, pech. Ja, en ik heb maar haken aan mijn nagels en daar baal ik ook van.
Dus ik ben 1, 2, 3 nog niet weg, want dan voel ik er weer een. Nou, die moet eerst weer weg voordat ik boodschappen ga doen. Dus ja. Nu wel knippen. Nou, kom op. Niet in je velletje knippen. Dan ben je verder van huis. Ja. Hup. 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 Nou, dat moet ik maar even veilen. En anders gaat dat niet weg. Nee. Ja. Al mijn nagels gaan iedere keer kapot. Ik heb slechte nagels. Maar ja, dat heb je. Als je werk hebt gedaan in het verre, verre verleden. Dan, en dat werk was niet goed voor mijn vingertjes. Nee. Ik heb ook allemaal ribbeltjes in mijn nagels. In de lengte richting. Dus van boven zo naar je nagelring toe. Allemaal ribbeltjes. En dat komt, ik heb werk gehad op een sigarenfabriek. De Washingtonfabriek in Hippolytushoef. Hij maakt nog reclame ook. Nou, nee hoor, want dat bestaat niet meer. Nee, al lang al niet meer. Dus maak ik ook geen reclame meer. Nee, dat was. Maar, ik stond achter de hakmachine. Maar hij heeft die kleine sigaartjes. Dan moesten die puntjes op afgehakt worden. Nou, dat was voor één persoon. Te doen. Er kon geen twee mensen aan die machine. Maar het was dus van een ijzeren plaat met allemaal van die holtjes erin. Waar die sigaartjes in pasten. En die sigaartjes die lagen in kisten met de bodem van kippengaas. Van dat hele fijne kippengaas. Maar wat wij moesten doen, degene die erachter werkte, want dat deed de baas dan voor. Je moest zo doen. En je handen vol met schaartjes en dan op die band, wat ook voor een ijzer was, metaal, weet ik veel, weer uitrollen. Dus je gaat in die kippengaas, dat doet al zeer, dat bloeden ze toe, zowat. En dan op die ijzeren band weer uitrollen, wat ook weer zeer doet. Nou, kat, ze had soms geen vingers meer over, maar daar zijn mijn nagels dus door beschadigd. Dus dank je wel die baas die we toen hadden. Dat was trouwens toch nog nou ja, breek me de mond niet open. Ik hou het netjes. Ja, maar in ieder geval, op een gegeven moment was er ook eens een keer een hele harde storm geweest. Zodanig, dat er was een muur ingestort. Maar bij die muur stond ook een hele grote allesbrander. Nou, wij hadden er thuis ook een vroeger, maar die was dus vele malen kleiner. Daar kon deze wel tig keren in, zo groot als deze. Met een grote schoorsteenpijp. Maar over mijn machine lag een balk van je welste. Dus mijn machine die was niet zo meer. Ja, die plaat, die waren dan wel holletjes, maar dat was die machine recht. Nee, die stond nou zo met die balk erin. Als ik een uur eerder had begonnen, had ik het nou niet na kunnen vertellen. Nee. Maar toen werden wij geacht om te helpen met puinruim. Pardon? Daarvoor heb ik hier niet gesolliciteerd. Dat ga ik niet doen. Ik ga geen puinruimen. Daar moet je een bedrijf voor in te huren. Niet je personeel die sigarenboord te maken en te doen. En in te pakken. Maar niet om puin te ruimen. Daar ga je een bedrijven voor. Dus er zijn een aantal. En ik mede. Zijn weer naar huis gegaan. En we hebben een klacht ingediend. Bij de bond. Die we toen hadden. Ik weet niet of die nog bestaat. NVV-bond of zoiets dergelijks, weet ik veel. Nou, die gaven ons dus groot gelijk dat we weer weg waren gegaan. Want ja, dat behoren jullie niet te doen. Paar ruimen, er zijn bedrijven voor.
Dus ja, nou ja, toen kreeg ik ook nog ontslag, maar dat heeft hij allemaal weer goed moeten draaien, want dat mag niet. Je mag niet de mensen ontslag geven ervoor. Nee. Ja, weigering van het werk. Wat voor werk? Niet dat werk, want dat mogen wij niet doen. Dat staat niet in ons contract. Nee. Dus ja. Hij had geen poot om op te staan, maar dat is ook geen lekkere man hoor. Nee, echt niet. Hoe die heet weet ik ook niet meer, maar dat doet er ook niet meer toe. Misschien leeft hij al niet meer. Ja, dat was ook een oudere man en al getrouwd en ik was nog maar een kind. Ik woonde nog thuis, dus ja, veel ouder dan mij natuurlijk. Maar oké, ik zal zeggen, lieve vrienden, dat je gaat niet iets doen waar jij niet voor bent aangenomen, want dat hoort niet bij jouw beroep. Nee. Puinruimer. Waar een bedrijf ervoor is. Daar zijn ze voor. Ja. Maar oké. Ik ga me klaarmaken. Ik ga boodschapjes doen. Zeggen, lieve vrienden, tot straks mee. Doei. Ja, en toen vloog er een helikopter over. Ja. Ik denk al, wat gaat daar? Zo'n zware motor. Dat hebben die kleintjes niet. Ja. Vogeltjes. Ja. Yo. En nog een vliegtuig hoor ik. Maar ja, die zien we niet. Maar ik sta op het punt mijn scootmobiel te pakken. Ja, dus de poort gaat zo open. En dan gaat hij daarna op slot. Kan er niemand in komen. Nee. Ja. Nou, tot later. Zo, lieve vrienden. Ik ben weer terug van weg geweest. Van boodschappen doen en Pokémon ballen halen, etc. Dat heb ik eerst gedaan. Ik heb 2 zakken hondenvoer van 5 kilo dus terug, want ik had geen zin om helemaal naar de andere kant toe te vliegen. En 5 kilo is samen ook 10 kilo. Dus ik gooi het gewoon over in die andere zak. En dan komt het ook wel weer goed. Een tas met boodschappen. Ik heb weer brood, ik heb weer schiepels en schoon om te wassen. Ja, dus dat moet naar boven. Schiepels, vlees. Uiteraard een coronabiertje. Ja. En ik heb nog wat in mijn tas. En dat is een Bounty. Ja. Maar ik ga toch eerst lekker een bakje koffie maken. En die is van Astrid. Die heeft daaruit gedronken. Dus ja, mijn kopje staat ook daar nog. Ik ga lekker een bakje koffie maken en de boodschappen opruimen. Dan moet ik als de wiedewaar ook nog voor de pc. En ik moet ook door 2 hondjes nog uitlaten. Dus ik heb nog druk. Ja. Maar ik ben er in ieder geval weer. En het is koud. Waterkoud. Het was vandaag niet echt lekker. Het was wel prachtig mooi weer, maar koud. Ja. Dus ja, daar gaan we ook wat aan doen. Zometeen dus boodschappen, een bakje koffie, boodschappen opruimen, honden uitlaten en dan voor de pc en dan eten, etc. Ja. Dus ja, want het is 17:31, dus net even 17:30 geweest. Dus ja, en we krijgen een visite, ik hoop er niet, geen zin in. Ik ben er niet voor in de stemming, nee, ik ben er niet aan toe. Nee, daar is vrouwtje niet aan toe. Eentje eigen aan het wassen van Balf.
Nou, loopt weer weg. Is het lekker, meisje? Lekker even eten. Doe je goed. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken elkaar vanavond weer. We zeggen tot dan. Doei. Zo, lieve vrienden, het is alweer misschien 1:15 geweest. Tijd voor mij om naar bed toe te gaan. Ik had al lang al willen leggen, maar ja, Karen die belde me op terwijl zij aan het wandelen was met Lady. En daarna moest ik nog een keer met Rijke en Elwing lopen. Dus ja, dat wordt toch weer later. Maar ik had eigenlijk al willen leggen. Ja. En al in Droomland willen zijn, ook dat nog. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Dat hopelijk dat ik morgen wel wat eerder naar bed kan. Ik ben echt back up. Ik wil slapen. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, ik ga mijn oorbellen zo vast maar ook uitdoen. Voor jullie ook allemaal welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. Want daar doen we het voor. Ja, we hebben allemaal onze rust nodig. Onze nodige broodrust, hoe noem je dat? Ik weet niet waarom mijn ouders dat zeiden, maar... Je hebt het in ieder geval verdiend na de dingen die je overdag hebt gedaan. En ja, dan moet je toch ervan genieten als je eindelijk naar je bedje toe kan gaan. Toch? Ja, vind ik van wel. Dus dat ga ik zo meteen ook doen. Ik ga lekker genieten van mijn nachtrust. En hopelijk dat ik morgen weer gezond op mag staan. Om de dag weer door te komen. En we naderen ook op deze manier donderdag. En donderdag is het de 25e. Of ik dan zal gaan vloggen, dat weet ik nu nog niet. Ik probeer het wel, maar of ik het doe is vraag 2, want dat is de dag dat mijn man 4 jaar geleden is heen gegaan. Ja, het doet me veel pijn, veel verdriet. Maar ja, we moeten toch weer doorgaan. Maar in ieder geval, die twee dames zal me er wel doorheen brengen. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker. En tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.